Deze nieuwsuitzending is heel actueel. Ik heb een film gemaakt van de Bovenbeek. De Arnhemse Beek. Erg mooie film. Nou, wat ze gedaan hebben hier in Arnhem. Arnhem ligt tegen een heuvel aan. En wanneer het regent, dan heb je dat water, dat komt omlaag. Hè. Je hebt nooit dat het regent omhoog. Het komt altijd omlaag. Dan weet je ook gelijk wat omlaag inhoudt. Maar dat water, dat valt dan op die heuvels. En dat drijft omlaag. En die jokers van de gemeente, die hebben de beek boven water gebracht. Boven tafel gebracht. Er zit een pomp ergens. Dat is best belachelijk. Het water wordt omhoog gepompt. En daar maken we dan een publiekstrekker van. Met als gevolg dat ik niet meer rechtstreeks kan lopen naar mijn supermarkt voor mijn bier. Nee, ik moet langs de Vitessebrug. Ha, 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 ha. Stel dat je homo's. Nou hebben ze het op zich best leuk gedaan. We hebben plantenpartijen erin gedingest. Mugjes en huppeltjepuppers. Maar dan heb je nog... dan heb je nog die Arnhemmers. Ja? Dit is in Arnhem. Is bij het Eusebiusplein. Ja, wie is Eusebeus dan? Nou, Eusebeus, dat was een of andere katholieke kuthomo. En hij heeft hem een plein naar zijn naam vernoemd gekregen. Want dat was de meest ongelofelijke kuthomo. En daar hebben ze dan een beek in aangelegd. Met een waterpomp. Het laatste stond er op in de Gelderlander. Maar ja, de Arnhemse beek is kapot. Ik denk wat. Hoe kan een beek nou kapot gaan? Ja, dat komt omdat het water dat zit op een lager niveau en er wordt omhoog gepompt. En als je dat water gewoon laat stromen, komt het in de Rijn terecht. Niks aan de hand. Nee, die gemeentehomo's, in de slechte zin van het woord, hè, op zijn Brabants. Nee, die gemeentehomo's, die zitten met stapels met geld. En dan denken van, waar zullen we het gaan tegen wegsmijten? Nou hebben ze dit gemaakt. Nou, die waterplanten, ik vind het best aardig. En ja, er zit te weinig leven in. Maar dan heb je de Arnhemmers en die doen daar goudvissen in. Dan gaan we even kijken waar de goudvissen wonen. Zie je die blaadjes voorbij drijven? Het water wordt omhoog gepompt, hè? En die blaadjes zo... 5 centimeter per seconde of zo. Een totale... Het is een stroom. Ja, vind je het gek? Het water wordt omhoog gepompt en dat drijft wel weer omlaag, hè? Maar waar zitten die goudvissen dan? We hebben Arnhemmers gedaan. En de gemeente kwaad. Ja, als je dat nog een keer doet, we komen achter je aan. En dan kost je 15.000 euro per goudvis. Maar waar zitten die goudvissen? Die blaadjes die drijven zo mooi van links naar rechts. Zie je dat? Oh, daar zitten ze. Ja, een school met goudvissen. Ja, die blijven lekker dicht bij elkaar. Dat is een school. Dat kan je goed zien, hè? Nee, die hebben genoeg te eten. En eentje neemt de leiding, hè? Die zegt, ja, en er zitten ook 3 zwarte goudvissen. Dat kan helemaal niet, maar...
En tegen de stroom in, hè? Want die blaadjes, die drijven voorbij. Dat zie je toch? Ja, die vissen niet. Ik ga er tegenin. Hoppakee. Het zijn roofvissen, hoor. Dat past er voor op. Als jij de made bent van een of andere vlieg. Een belle lul. Hap. Omnivoren, die goudvissen. Dat is wel mooi, hè? Hoe die goudvissen zichzelf tegen de stroom in stand houden. Ja, ze moeten wel, anders drijven ze af. Dan komen ze in de Rijn. En dan ben je de bok. Want in de Rijn, daar huizen snoekbaarsen. Denk je, hey, lekker, goudvis. Een tijd niet gegeten, man. Die goudvissen die zwemmen voor hun leven. Tegen de stroom in. Krijg je zo dadelijk een heel mooi video-effect. Gaat er eentje omhoog. Kijk, ja, dat gebeurt nu. Zie je het? Het lijkt net of die ergens anders zit. Oh, er komt er nog eentje bij. Ja. Oh, nog eentje. Oh, 4 goudvissen. Dat je goed kan zien dat het goudvissen zijn. Lekker in de schaduw. Wat moet je hierbij doen eigenlijk? Stekelbaarsjes? Grondeltjes? Ik zou het niet weten. Het zijn mooie visjes, dat wel. En lekker dik. Volgens mij zijn het vegetariërs. Waar je dus hier nu naar kijkt, hè, als je hier naar kijkt, vanuit je rechterachterkant, dan heb je die viswinkel. Dan kan je maden kopen. Dat zullen ze lekker vinden. Dan krijg je hele grote goudvissen. Dat denk ik wel. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dat vind ik erg leuk. Wel leuk, hè, die Arnhemse goudvissen. En geef ze een beetje te eten. Dat heet vishandel Tromp. Daar koop je vliegenmaden voor. Echt heel weinig. Die hele grote goudvissen krijgen. En die drijven dan af naar de Rijn en zeggen, ik ben een goudvis. Dan oppassen voor die snoekbaarsen. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.